Ik heb observaties gepleegd de afgelopen dagen. En we zeggen allemaal, we zijn heel blij met de situatie in het land. We zien een daling, we zien een stabilisatie. Maar ik maak me ernstig zorgen. Ik maak me ernstig zorgen vanwege mijn persoonlijke constatering en observatie in het veld. We zien dat de samenleving weer aan het verslappen is. We zien dat mensen recreatief gaan voetballen op voetbalvelden. We zien mensen voor de winkels hangen zonder mondkap. En ik ga u die foto's tonen bij de volgende persconferentie. Inderdaad heb ik de opmerking gemaakt dat ik mij zorgen maak en ik ben ongerust. En dat ben ik nog steeds. Op deze foto's ziet u, zoals ik heb aangekondigd afgelopen vrijdag, dat de situatie in Suriname aan het borrelen is. En wat ik bedoel, op deze foto's ziet u wat er gebeurt op dit moment. Mensen voetballen, jongeren voetballen. Zoals ik heb gezegd, het lijkt meer een mannenprobleem, want als je op die foto's kijkt, ziet u echt alleen maar mannen. De mensen hangen voor winkels met biertjes. Aan de Wilhelminastraat is het een rage elke avond weer. Alles is genormaliseerd, dus we hebben vrijbrief. En ik heb bewust deze foto's laten maken, zodat u een beeld hebt. Wat de overheid aan het doen is, u krijgt een rapportage van dokter Uri, dat het goed gaat. We zetten alles op alles, we doen alles op alles nog steeds om u te beschermen. En we hebben gevraagd van de samenleving om ook een stukje verantwoordelijkheid te nemen. En helaas ben ik genoodzaakt deze foto's te tonen. Omdat ik zeg, als we op deze manier doorgaan, dan kan ik verwachten dat u over 2 weken weer een stijging zal zien van gevallen. U mag het vastleggen. En dit is wat ik zeg, aan de hand van de rapportage die ik kreeg, aan de hand van de foto's die ik van mijn communicatieunit kreeg. En de mensen komen en zeggen, minister, dit gebeurt nu op dit moment in het veld. Terwijl we afspraken hebben met de samenleving, we gaan naar een stukje normalisatie, we vragen een stukje verantwoordelijkheid. Niets is weer open zomaar, we proberen het verantwoord te doen, zien we dit soort van ontwikkelingen. En ik beschuldig niemand, maar als u zich aangesproken voelt, is het advies, houdt u zich aan de maatregelen. We gaan het keer op keer moeten zeggen. Dat is communicatie. We moeten communiceren met het volk. Ik zeg het nogmaals. Hou afstand. Zet uw mondkapje op met aanwezigheid van anderen. En was uw handen. En op de foto's die getoond worden, gaat u zien dat geen van deze maatregelen in acht worden genomen. En dat is mijn bezorgdheid. Terwijl we zien dat de situatie stabiel is in Suriname, zien we toch dat de samenleving eigenlijk weer roept om aanscherping van maatregelen. En zo gaat het in de wereld. Niet alleen in Suriname. Het moment dat je een stukje normalisatie aankondigt. Ons openbaar vervoer is weer gestart. De scholen zijn weer gestart. We zijn nog niet eens een week verder. We moeten nog kijken naar de volgende week hoe de effecten zijn hiervan. Zien we ook deze ontwikkelingen tegelijk. Dus daarom maak ik mij terecht, denk ik, ongerust. Ben ik terecht ongerust over de ontwikkelingen op dit moment in Suriname. En we zullen u daarover op de hoogte blijven houden.